Heeft u een webshop of wilt u daarmee starten? Neem dan even de tijd voor een paar juridische tips. 1 op de 5 banen in Nederland is een zelfstandige baan. En dat aantal is groeiend. Niet zo vreemd in een ondernemend land als de onze. Bent u ook een ondernemende ZZP'er? Dan bent u vast volop bezig met klanten werven, mooie producten selecteren en uw webshop onderhouden. Ondernemen, dat is wat u wilt. Toch is het raadzaam om ook aandacht te besteden aan de zogenoemde kleine lettertjes. Ik geef u graag 3 tips. 1. Zorg voor goede algemene voorwaarden. Hoe levert u producten? Hoe kunnen klanten een product retourneren? En hoe zit het eigenlijk met garantie? Dat soort zaken legt u vast in algemene voorwaarden. Deze moeten bij iedere levering van toepassing worden verklaard. Hoe u dit doet, kunt u terugzien in een video van mijn collega Emiel van Erven. 2. Handel volgens de wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens zoals adressen en rekeningnummers van klanten moet u beveiligd opslaan. Als gegevens van uw klanten in handen vallen van derden, bent u volgens de wet datalekken hiervoor aansprakelijk en loopt u het risico een flinke boete te krijgen, om nog maar niet te spreken over wat het doet met uw imago. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan onze video over dit onderwerp. 3. Regel betalingsverkeer zorgvuldig. Wilt u uw klanten met iDEAL laten betalen? Dan heeft u hier een certificaat voor nodig. Dit kunt u aanvragen via iDEAL.nl. Of u kunt het betalingsverkeer uitbesteden aan de partij die deze certificering al heeft. Als u werkt met levering na aanbetaling, bijvoorbeeld omdat u maatwerkproducten levert, mag u een consument maximaal 50% van de verkoopwaarde in rekening brengen. Na deze aanbetaling is het product nog niet van de klant. Dat is pas bij levering. Ik adviseer tot slot iedere webshop-eigenaar om te handelen volgens de wet koop op afstand. Hierin staan heel concrete regels waar u zich aan moet houden richting consumenten. Hier hebben wij ook een video over gemaakt. Deze zaken vormen de basis van goed ondernemerschap. Wilt u meer juridische informatie over ondernemen? Schrijft u zich dan in voor onze zakelijke nieuwsbrief via arag.nl.